om het Surinaams zangtalent een internationaal podium te bieden, vond maandag de lancering plaats van SuTalent. Het platform biedt ook de kans aan Surinamers binnen en buiten het Nederlands muziekonderwijs te vergroten. SuTalent is een educatie- en uitwisselingstraject en talentenjacht waarbij jonge getalenteerde Surinamers in de gelegenheid worden gesteld alle facetten van het artiestenvak te leren. Volgens Bernice Rijn-Hubart, zangcoach, is het belangrijk niet alleen te focussen op individueel talent, maar ook op het collectief. De sessies die ik met jullie ga doen zijn dus gezamenlijke sessies. groepszang. En dan gaan we dus kijken hoe je je moet gedragen als je in een groep moet zingen. Welke technieken je moet toepassen. Hoe je je stem moet kleuren, want het moet natuurlijk als één geheel klinken. Het is niet de bedoeling dat mijn stem echt naar buiten komt in de groep. Het moet echt één geheel worden en het moet harmonieus klinken. Dus daar gaan wij aan werken. Joey Healy, managementcoach, merkt op dat het van eminent belang is te weten hoe de artiest zichzelf naar de buitenwereld toe presenteert. Daarom zal hij tijdens zijn trainingen de focus vooral leggen op het ontwikkelen van een stabiele brand. Ik ga een aangepaste workshop geven, niet specifiek over international management. Ik heb zelf een band. Ik zit zelf in muziekformatie sinds ik 16 ben. En ik heb zelf een band al 3 jaar, waarbij we op Spotify en 250 internationale kanalen zitten. Ik ga jullie instructies geven daarover hoe je dat het makkelijkste zelf kan doen, zonder dat je op je ass zit en wacht op een label of iemand je zegt, laat me het voor je doen. Zelf ben ik eigenaar van Galaxy, die kledingzaak, dus ik kan jullie wat tips geven ook over hoe je jezelf moet organiseren naar buiten toe. Het gaat een brede workshop zijn. Ik ga zoveel als mogelijk informatie dat ik heb geleerd door de jaren heen op de harde manier aan jullie proberen over te brengen. Yes? Ik begin over vragen na te denken, want ik hou van interactie. Ik hou niet ervan om mijn stem te horen de hele tijd. So, jullie moeten me vragen. Verder krijgen de kandidaten professionele begeleiding van onder andere Ernesto van Dal, Brian Munslag en Ivan Ritveld. Nadat de kandidaten de 2 afvalrondes zijn gepasseerd, wordt er een winnaar gekozen. Die zal in de gelegenheid gesteld worden op te treden op een bekend podium in Nederland.